steeds weer de poging om het hoofd van Van Veen of het hoofd van Maurik te bereiken. Het is nogal doorzichtig. Maar hier gaat de kruik dan zelf. Hij blijft verrassend lang aan de bal. Trekt nu voor en daar komt de goal. Ja. Een goal van Jantje van Sta. Corner van Krauthausen. Goed genomen. Ingeschoten. Goal. André. Kwijt. En een kans voor Utrecht. Kans voor Van Sta. Dankzij Leo van Veen. Nu moet het schot komen. Ja, het is een goal. De tweede goal van Jan van Sta. Onder de vallende Frans Hoek door. Het was een verdedigingsfout van Volendam. En Van Veen dirigeerde die bal bliksemsnel naar Van Sta. Utrecht op 2-1. Ingooi Volendam. Weer kijkt Van Ettenkoven naar zijn blijkbaar weer barstig draaiende klok. Kans van Kramer. Scoort! Van Kramer scoort! Ongelooflijk! 3-4 minuten in de blessuretijd. En Van Ettenkoven liet doorgaan. En het is 2-2. Hildebrand. Komt er niet uit. Helling, de dieptepaas. Wikkel. En dan een uitstekende kans hier. Een kans voor Pierkentol. Die moet nu scoren. Doet dat ook. Heel subtiel. Geen hard schot. Geen hoog schot. Maar langs de grond de bal geschoven. Hildebrand de voorzet. Hulshorst. Hulshorst de kans. En nog een kans in de duurste goal. 3-3 door Van Maurik. 3-3 door Van Maurik. Zwak ingrijpen van de Volendam-verdediging. Hulshorst die mist. Van Maurik die scoort. Bij een 3-1 voorsprong voor Utrecht. Deze penalty van Krauthausen. Goal. 3-2. Wikkel op hoek. 4-2. Kwakman op Istatov. Derde paal. En dat betekent dat Utrecht erdoor is. Het blijft 4-2. Volendam kan het niet meer halen doordat Kwakman miste. En doordat de strafschop van Fred André gestopt werd. Utrecht is naar de volgende ronde via penalties.